Binnen de textielketens zitten verschillende risico's. Als je bijvoorbeeld naar Bangladesh kijkt en je kijkt wat daar in 2013 gebeurd is rondom Rana Plaza, dan is dat met name veiligheid. Maar daarnaast spelen er ook een heel aantal sociale zaken, waaronder leefbaar loon, geweld tegen vrouwen, maar ook wat voor ons ook heel belangrijk is, het opbouwen van vakbondskracht in die landen. We hebben organizing the people and giving training, giving counseling on HIV/AIDS awareness and health awareness, health issues. De collega's in de landen waar wij onze projecten hebben lopen, die zijn zeer gemotiveerd om het vakbondswerk uit te voeren. Waar ze gewoon veel meer moeite mee hebben, is een krachtige organisatie neerzetten waarmee ze zaken kunnen afdwingen. Zoals leefbaar loon, cao-onderhandelingen. En daar proberen we ze bij te ondersteunen. FNV Roze is een netwerk. Je hebt verschillende netwerken bij FNV. Een vrouwennetwerk, wereldburgersnetwerk. Maar wij zijn een roze netwerk. LGBTI, dus lesbian, gay, transgender en intersex. Türkiye'de kamu ve özel sektörde çalışan LGBT'lerin sorunları farklılaşıyor. Yani Türkiye'de sendikaların içerisinde LGBT haklarının insan hakkı olduğunu pembe ağ ile daha güçlü söylüyoruz. Solidariteit is het belangrijkste goed volgens mij binnen een vakbond. Hè? Dat je niet als individu voor jezelf opkomt, maar voor elkaar. We hebben dus ook de internationale samenwerking zocht met Turkije om solidair te zijn met onze roze collega's daar bij de vakbond. Project Marokko is een genderprogramma gericht op vrouwen werkzaam in de agrarisch bedrijven. Vaak weten de vrouwen niet wat hun rechten zijn. Worden de werknemers goed behandeld, krijgen de vrouwen ook gelijk hetzelfde loon als de mannen. Vaak gaat dit mis. Het is niet zwaar van haar. Ik kan het maar 15 jaar. Ik kan het kader van Ojra die is 10 dram van haar. Tarief, madrasa, l'aïad. In het afgelopen 4 jaar is de Marokkaans Agrarisch Vakbond enorm gegroeid. De vrouwen beseffen dat zij binnen de organisatie, binnen de vakbond, hun belangen kunnen goed behartigen. En ze beseffen ook dat zij gezamenlijk de problemen kunnen oplossen. De projecten van Mondiaal FNV in India samen met FNV Sectorbouw en de lokale Indiase vakbonden zijn bedoeld om de natuursteengroeven kinderarbeid vrij te maken. Dus kinderen uit de groeven en ze terug te brengen naar school om een goede opleiding te volgen. Maar ook betere arbeidsvoorwaarden af te sluiten zodat kinderarbeid niet nodig is voor het gezinsinkomen. Als je daar de kinderen ziet, dan word je daar gewoon niet goed van. Ik heb een onderwijsachtergrond en ik vind dat kinderen op school horen aan een toekomst moeten kunnen bouwen in plaats van onze aanrechtbladen uit te hakken. Als consument in Nederland kun jij aan je leverancier vragen of hij in zijn keten van natuursteenproductie wil controleren dat er geen kinderarbeid aan de productie van jouw keukenvloer of jouw keukenblad of je badkamer te pas is gekomen. Het project loopt inmiddels een ruime 15 jaar en we zijn erin geslaagd om zo'n 95% van de kinderen in de schoolbanken te krijgen. Die werken dus niet meer in de groeves, maar volgen een opleiding. En wat dat betreft is het dus een groot succes, want dan hebben we het over meer dan 10.000 kinderen. Met de